Bij de verschillende hoofdstembureaus heeft op donderdag 9 april 2020 de kandidaatstelling voor de verkiezingen van 25 mei 2020 plaatsgevonden. Politieke organisaties die zullen meedoen aan de stembusgang werden bij dit moment in de gelegenheid gesteld hun kandidaatlijsten in te dienen en daarbij de benodigde documenten per kandidaat te overleggen. Deze is een bijzondere dag voor de politieke partijen, maar ook voor het commissariaat. Hoe is de voorbereiding geweest naar deze dag toe? Een bijzondere dag voor de politieke partijen en voor het hoofdstembureau van Paramaribo. Dat toevallig zetelt in het gebouw van het commissariaat van Paramaribo Noordoost. De voorbereiding is goed gelopen. We mogen tevreden zijn tot nu toe. Gisteren in de namiddag hebben we nog alle partijen weer gebeld om ze te herinneren dat vandaag de kandidaatstelling is en welk tijdstip. Toch? Enkele die waren vergeten dat vandaag de kandidaatstelling was. Maar dus we zijn blij dat we ze toch hebben kunnen herinneren van hun plicht. Dus van hun plicht naar de burgers toe, want ze zijn de politieke partijen. En dan hopen we dat alles correct loopt. En tot nu toe is alles naar wens verlopen. Heel rustig, heel aardig. En de mensen waren heel vriendelijk, hebben dingen ingediend. En er moeten nog enkele partijen komen en dan kijken we hoe het verder afloopt. Wat is het verschil met de indiening van 5 jaar terug? Het verschil is dat het nu wat rustiger is, omdat we dan de COVID-regels in acht moeten nemen. Dus daar hebben we dan minder grote shows op straat en ook in het gebouw. Vindt u dat beter? Nou, ik ben niet de persoon die dat beter moet vinden. Het is een beetje rustiger werken en minder geluid. Maar voor de rest, allemaal weer hetzelfde. Hebben tot nu toe alle partijen die hebben ingediend de juiste stukken kunnen overdragen? Er zijn enkele partijen die nog een paar stukken moeten indienen. Dus een paar resterende items dat zij zeggen dat ze verloren, dat toch bij moet komen. Dus oké, maar niet voor 3 uur. Het is nu 10:50. Dus ben ik nog voorlopig. Nog voldoende tijd om weer dingen te doen. Om hoeveel partijen gaat het in totaal? 18, waarvan 1 partij heeft aangegeven dat ze niet meer gaan indienen. Meneer Noor Salem, wat betekent deze dag voor u? Nou, historisch. Om als nieuwe, jonge partij de afgelopen jaren alle voorbereiding werkzaamheden te treffen. Dusdanig dat je uiteindelijk kan meedoen aan de verkiezing. Geef aan dat we toch tevreden kunnen zijn over het werk dat ook onze leden, alle sympathisanten en ieder die de organisatie ondersteunt, heeft verricht om op dit punt te komen. Op tijd, alle documenten zijn in orde, ingeschreven, geregistreerd, CAS en nu vandaag kandidaatstelling. De wedstrijd zal nu beginnen. Voor mij en voor het wordt een bijzondere dag. Een dag dat wij mogen zeggen eindelijk, ja, komt een ander beleid. Nou, wij van A20, wij bewandelen ons eigen pad. Wij vechten niet tegen andere partijen of personen. Dus het is voor ons gegaan precies zoals het moest gaan. Netjes conform de regels. Dat is wat wij hebben gedaan. En ik moet zeggen dat het eigenlijk bijna een wonder is geweest. Want we hebben in alle districten hebben we alle DNA-kandidaten kunnen invullen. De partij is enorm gegroeid. Dus we zijn heel erg blij met de kandidaten die wij voordragen. Dat is Florence. Het is een van onze DNA-kandidaten. Trikkie zit ook in het districtsraad als kandidaat voorgesteld. Dus het is allemaal heel goed gegaan. Hoe is het voortraject geweest bij uw partij? Ik begrijp wel, de VAP is een hele grote partij en heel veel belangstelling voor mensen om kandidaat te worden. Dus het is inderdaad veel werk geweest om op de juiste en objectieve criteria mensen te beoordelen en uiteindelijk tot een finale selectie te komen. Dat is allemaal gebeurd en geweest en vandaag is inderdaad het moment aangebroken waarbij we deze kiezerslijsten zullen indienen bij de bevoegde autoriteiten. Maar ik geef toe dat het inderdaad heel erg hectisch was, heel erg veel tijd, energie en moeite heeft gekost om inderdaad, zoals de voorzitter van de partij steeds heeft
aangegeven om een dreamteam samen te stellen voor elk district. En dat is denk ik aardig gelukt. Ik ben in ieder geval ingenomen mee en ik ben er tevreden over. Voor de Palu is het niet vreemd om alleen de verkiezingen in te gaan. We hebben alleen in de verkiezingen van 2010 hebben we een combinatieverband meegedaan. Bij de vorige verkiezingen in 2015 daar zijn we ook alleen de verkiezingen ingegaan. Het is een keus als partij, als zelfstandige partij, bereid je altijd voor, om, tenminste dat doen wij, om alleen de verkiezingen in te gaan. Dat hebben we nu ook gedaan. En het moment is daar dat wij onze kandidaten indienen bij het hoofdstembureau. Ja. Meneer Bouva, een bijzondere dag vandaag. De kandidatenlijsten zijn ingediend. Wat is het voor traject geweest om al deze kandidaten te hebben? Nou, ik denk een heleboel natuurlijk. Aantal van de kandidaten zijn bekend. Die zijn reeds geruime tijd al actief. Een goed deel is nieuw. Een ander deel is verrassend. Maar dat is onderdeel van de NDP. Altijd verrassend, altijd natuurlijk met... Een nieuwe frisse beweging en dat is wat de partij opnieuw heeft gepresenteerd. Ik denk een hele uitdagende periode voor de leiding van de partij om gezien het karakter van de organisatie als enige echte multi-etnische, multiculturele, multireligieuze partij een samenstelling te maken, lijst te maken of lijsten in verschillende districten die een daadwerkelijke weerspiegeling is van de Surinaamse samenleving. En wat wij hebben gepresenteerd vandaag is een daadwerkelijke weerspiegeling van de samenleving Suriname, voor en door Surinamers. En ik reken erop dat deze lijsten en de partij daarmee volledige ondersteuning zal krijgen van de samenleving om door te gaan waarmee we bezig zijn. We zien ook dat er veel jongeren op de lijsten staan in de verschillende districten. Waarom is er gekozen voor jongeren? Daar staan wij voor, daar staat de NDP voor. Niet alleen omdat we het bij monden zeggen, maar omdat de partij dat al aantal verkiezingen al heeft laten blijken. Zelf kom ik als jonge frisse kandidaat in 2010 voor het eerst op de lijst. Toen was ik, dacht ik, 26 of 27. Nu zie je andere jongeren, nu behoor ik tot de rijpere jongeren. Die er ook nog steeds is en waar we verder mee zullen gaan. Maar daar staan we voor. Jong, samen met oud, man, vrouw, Chinees, Javaan, Maron, inheems, wat je ook bent, Hindustaans, Javaans. De NDP is er voor iedereen, staat er voor iedereen en weerspiegelt Suriname. Dus dat zou je terug moeten zien. Je kan geen lijst hebben van de NDP zonder jongen of zonder vrouwen of zonder welke groep dan ook. Dat is mooi van deze partij. En dat is wat mij en ik denk vele Surinamers heeft aangetrokken om de NDP te maken tot de partij dat het vandaag is de grootste partij in het land. Eén met een duidelijke visie, een duidelijke wilskracht en een duidelijke richting waar we willen en moeten gaan met het land. We hebben in 8 van de 10 districten kandidaten en ik moet zeggen dat we hebben getracht om gendergelijkheid hoog in het vaandel te houden. Dus 50% van onze lijsttrekkers in deze 8 districten zijn vrouw. Een aantal van de kandidaten zijn bekend, die zijn reeds geruime tijd al actief. Een goed deel is nieuw. Een ander deel is verrassend, maar dat is onderdeel van de NDP. Altijd verrassend, altijd natuurlijk met een nieuwe frisse beweging. En dat is wat de partij opnieuw heeft gepresenteerd. Ik denk een hele uitdagende periode voor de leiding van de partij om gezien het karakter van de organisatie als enige echte multi-etnische, multiculturele, multireligieuze partij een samenstelling te maken, lijst te maken of lijsten in verschillende districten die een daadwerkelijke weerspiegeling is van de Surinaamse samenleving. En wat wij hebben gepresenteerd vandaag is een daadwerkelijke weerspiegeling van de samenleving Suriname, voor en door Surinamers. En ik reken erop dat deze lijsten en de partij daarmee volledige ondersteuning zal krijgen van de samenleving om door te gaan waarmee we bezig zijn. Hoe
geschiedde voorbereidingen? Want we hebben nu de COVID-situatie hier in Suriname. Ik moet zeggen dat het toch moeilijk is geworden. Of, ja, maar wij willen dat er geen Surinamer of geen burger door COVID het leven verliest. Vanuit deze plaats wil ik ook de familie van Schuitenmaker condoleren met het feit dat wij toch één persoon hebben en dat het hiermee mag blijven. We zien een positieve trend nu. En wij zullen als partij ook alle maatregelen treffen, welke dus vanuit de regering zijn uitgevaardigd. Dat betekent dat we dan geen massameetings kunnen houden, geen structurenmeetings, geen resortmeetings. Dan zullen we dat doen en hebben ook dat gedaan. We hebben alle activiteiten stopgezet. Betekent dat je op een heel andere manier, creatieve manier te werk moet gaan. Wij hebben dat ook gedaan. We hebben gebruik gemaakt en we maken gebruik van de technologie die er is, social media, maar ook de techniek. Om onze mensen te bereiken, om nieuwe mensen nieuwe mensen toe te laten tot de partij. Ook komen tot uiteindelijk, omdat de statuten ons zeggen dat wij een congres moeten organiseren en de kandidaten moeten voorhouden aan onze leden. Ter goedkeuring binnen dat congres. Hebben wij ook gedaan, maar op een heel creatieve manier. Gebruik maken van de technologie. Dus wat wij doen van A20 is simpel. Wij volgen gewoon de regels. En wij gaan op een hele creatieve wijze. Met social media zijn wij bezig om de campagne te voeren. De boodschap verder te verspreiden. En ook de mensen bij elkaar te houden. Nou, die COVID, dat is, ja, het houdt iedereen eigenlijk zich bezig. Ja, voor ons ook. We hebben altijd gezegd van, dat is priority number one. Daar moeten we voor zorgen, ja, dat daar voorrang geeft boven alles. Want dat is het leven. Eén. En twee, gelukkig mogen we ons prijzen. Dus dat het niet zo is als andere landen. En hierbij willen wij een hulde brengen aan de NCCR, die zich totaal hebben ingezet, ja, om dat in te dammen. En je hebt kunnen opmerken, wat de COVID betreft, is alleen meer import, meer in Paramaribo. Je hebt niet kunnen opmerken in Nikeri, Saramaka, binnenland, maar in Paramaribo. En van die 10 gevallen is 1 overleden, helaas. 3 zijn genezen, of 4. Er is nog 5. Laten we hopen dat dit achterwege is. We gaan door, maar de regels van NCCR in acht nemen. Dat we in 10 keer wat ook als partijraad gehouden. Die regels houden we in acht. En dat mag geen probleem zijn. We hebben onze tv-station nu met jullie. We hebben Facebook. Ja, we doen zoveel als mogelijk. Maar al zou je miljoenen gooien op onze propaganda. Ja, maar het hangt totaal af van het volk. Het volk heeft de propagandas. Nou, de NDP is een gestructureerde democratische partij. We hebben in elke district, in elke resort onze structuren. En we zorgen ervoor dat we dus dan nu veel meer daarmee werken dan daarvoor. We maken ook veel gebruik van de social media, veel meer gebruik van internet. En we zorgen ervoor dat we, net als wat wij noemen onder OSSO, meetings wel houden. Omdat je bij sommige bepaalde vergaderingen toch wel nodig hebt om even bij elkaar te komen.